Nou, dan komt hij naar me toe en dan staat hij hier van, kom eens over het hekje heen. Ik zeg, nee, ik ben gekke Henkie niet. Ik zeg, daar trap ik niet in. De rijpe peren van twee stokoude perenbomen zorgen in Bitchem voor een hoop gedoe tussen de buren. De peertjes die waren rijp en dan begint meneer Van Veenendaal ook weer te gooien. En tegen de gevel aan, tegen de ramen aan. Om de perenbomen te beschermen hebben de buren camera's en een paar felle lampen opgehangen. Wij hebben hier achter geslapen. We zijn uit de ellende naar voren gegaan. Want de verlichting, het huis is helemaal verlicht s'avonds. Ja. Welkom bij de Rijdende Rechter. Nou, wat een berenbezen. Ja, je kan het zelf opruimen en die bijen, verschrikkelijk weer. Ja. Ja. De peren. Daar ergen we ons dood aan dat het altijd op pad legt. Dat je twee keer per dag moet vegen en dat de wespen erop komen. Hij is al een paar keer geprikt dat hij naar de dokter moest omdat hij hele schijven krijgt. Nou ruim ik het zelf op en dan doe ik met de bezem eerst de wespen wegjagen. En dan pak ik ze op, of veeg ik ze weg. Je moet op één plek blijven zitten. We hebben vorig jaar hier aan de eettafel proberen te eten, maar het lukt niet met de wespen. Vorig jaar heb de buurman Klaas Bruining heeft me geholpen met wespen weg te halen. Er lag mijn hele tafel vol op een handdoek. Er zaten er wel 100 op. Die hebben we in een emmer water moeten doen. Heb hij die emmer water gepakt. En ik heb alles bij elkaar en gauw in een emmer water. Zo erg was het. Ja. Nou, dan moeten we gewoon vanaf. Dan wil ik gewoon vanaf. Ja, hier gaat het dus om. De erfgrens. En aan onze kant staan natuurlijk de perenbomen. Problemen met de perenbomen lopen dus eigenlijk al heel lang. Al met de vorige buurman, dus de vorige echtgenoot van mevrouw Den Tieter. Daar hebben we een rechtszaak mee gehad over de vallende peertjes die jullie gezien hebben. Meneer wilde toen, dat was dus de vorige buurman, dat alle overhangende takken zouden dan eraf moeten. Nou, dat is besproken, uitgesproken door de rechter, dat dat dus niet mag. Omdat de bomen heel erg oud zijn en ook heel erg zeldzaam. Alleen dat ze wel gesnoeid moesten blijven. Nou, dat is akkoord, dat staat ook in het vonnis en daar houden wij ons ook aan. Zeg daar achter die deur, bij hun heb ik een zak peren erpelen. Ik kan zelf eens merken, als je erin zit, als je daar in de zon zit, kan je zelf eens merken hoe vervelend het is. Nou, vorige zomer, toen begon natuurlijk de peertjes die waren rijp, dat begon weer te vallen. En dan begint meneer Van Veenendaal ook weer te gooien. En tegen de gevel aan, tegen de ramen aan. Hij gooit dezelfde gang, gooit hij weer terug. Nou, dan staat hij daar zo te kijken, zo naar. Ik zeg, nou, wat heb je? Kom maar, zeg het eens. Nou, dan komt hij naar me toe en dan staat hij hier van, kom eens over het hekje heen. Ik zeg, nee, ik ben gekke Henkie niet. Ik zeg, daar trap ik niet in. Hij heeft wel eens gezegd met, ik wou dat ik iets had dat die perenbomen weg konden. Want je hebt er zoveel rotzooi van. Dat is ook gezegd. We hebben aan die kant dus de camera hangen. Die filmt eigenlijk onze perenboom. Deze perenboom. Die perenboom. Is. En we hebben achter jullie nog een tweede camera hangen. En die filmt die perenboom. Omdat hij dus dreigde om de perenbomen zelf om te zagen. Hij zegt, als jullie er niks aan doen, dan zaag ik mezelf wel om. Want ik weet precies wanneer je wel thuis bent en niet thuis bent. En dan de verlichting, want ik zou je eerlijk vertellen, wij hebben hier achter geslapen. We zijn uit de ellende naar voren gegaan, want de verlichting, het huis is helemaal verlicht s'avonds. Ja. We hebben ze dus eigenlijk opgehangen, ook voor zijn vervelende gedrag. Het is niet alleen peren gooien. Hey, je hebt vast wel gezien, er zit haast geen zand meer tussen hun tegels. Hij heft er gewoon om 3 keer per week het hele pad af te spoelen. En dan ook onze gevel naar te spoelen, hè? Onze ramen. Dus we hebben wat kalk op de ramen, maar dit is een van zijn plagerijtjes. Om gewoon even te laten zien van, hé, ik heb last van jullie. Ik geef een plagen. Dit was een schuur en het was een hok, een rommelhok. Dus ik heb gezegd, we gaan die schuur opknappen. Hij zegt, dan zet ik biljarten neer. Hij zegt, gezellig voor de avonden. Als we niks te doen hebben, gaan we een potje biljarten, we drinken een drankje hier. Het echoot hier ook enorm tussen de woningen. He, dus ook wij hebben er s'nachts wel van, mijn dochter slaapt hierboven.
Die ligt er wakker van. Buren achter ons hebben al verschillende malen politie gebeld. Twee weken geleden geloof ik, of hier verleden week, toen komt 's nachts de politie hier. En door mijn gehoorprobleem zit ik hier bij die radio en die kennis uit Emmen hier. En ja, ik zeg, ik zal even een andere zender zoeken. Dus ik hoor niks, ik zet het geluid een beetje harder en hun zitten te roepen. Drie keer roepen. Marcel, Marcel. Maar ik draai mij om en zie ik twee politieagenten staan. We hebben in het verleden heel vaak de politie gebeld vanwege geluidsoverlast. Maar ook gewoon vanwege eigenlijk zijn asociale gedrag. De allereerste keer in plaats van kennismaking wordt zij uitgemaakt voor kutwijf. Dan denk ik, hallo, en wie bent u? Aangenaam. Huh? Dan is de toon al wel gezet van... Ja. Oké. Okay. Ik ken in mijn opbelling een keer kutwijf zeggen. Je bent zat. Dat is gebeurd. Het is niet een maandje, we zitten er nu al maanden in. Maar als je zo uit je tent wordt gelokt, dan is het logisch dat je uit je stoffen schiet. Klaar. Ja. We hebben een prachtig huis, we hebben een prachtig plekje, een mooie locatie. Ja. Je wilt hier niet weg. Maar ja, door zo'n gast word je wel een beetje... Nou ja, kregen we een beetje het idee, we worden weggeperst. Rijdenrechter, wij eisen dat de camera's en de verlichting aan de achterzijde van het huis verwijderd worden. En we willen graag dat de perenbomen goed gesnoeid worden en dat de erfgrens bepaald wordt... hoe die loopt en dat we dat dan zo af kunnen sluiten. Rijdende rechter, wij eisen dat de buurman de erfgrens respecteert zoals die is. Dat hij stopt met het gooien van peren tegen de gevel en andere rommel bij ons op het terrein. En dat hij de perenbomen, dat hij kan blijven zoals die is. En we eisen dat hij stopt met zijn geluidsoverlast. En we willen verder gewoon met rust gelaten worden. Nou, welkom in de studio allemaal. Ja, het is echt bonje in Bidgum, want dit is al de tweede keer dat u hier nu staat. Ja, klopt. Aan beide kanten heeft u conflicten met de buren. Ja. Dit keer gaat het om de perenbomen. Om de perenbomen. Ik heb begrepen dat het bij de eerste ontmoeting gelijk al helemaal misging. Ja. Er werd kutwijf gezegd. Ja, ik was het huis aan het verven en meneer komt naar buiten. Ik kende hem nog niet, ik had hem daar nog niet gezien. En het begint dan gelijk van, nu je daar toch bezig bent... Zaag dan die takken eraf. Maar niet even voorgesteld van God, ik ben de nieuwe buurman. En omdat ik nee zei, begon meneer gelijk mij te bejegenen als KUT-wijf. Dus, ja, wat denkt u op dat moment, als dat de eerste ontmoeting is? Nou, ik denk, daar hebben we er weer eentje. Dan gaan we weer. Dan gaan we weer. Ja, omdat we ook al met de vorige echtgenoot van mevrouw een rechtszaak hebben gehad over die perenbomen. En dan heb je toch het idee, déjà vu, we gaan weer. Hm. Waarom begon u gelijk te schelden? Dat is de eerste ontmoeting, 5 jaar geleden. 4 jaar. Ja, 4 jaar geleden. Toen heb jij kutwijf gezegd. Dat zou best mogelijk zijn geweest, dat zou best kunnen. Maar waarom zegt u zoiets? Want u kent u zelf natuurlijk beter. Van de, nou, waarom vlapt u dat eruit? Meent u dat? Dat is gewoon, dat is, dan uit ik mij zo, klaar. U uit zich zo? Ja, wat ik misschien gezegd heb. Ja. Laten we zeggen, het is geen leuke start geweest. Dan ben ik benieuwd naar de perenboom. We hebben gezien, hè, het zijn forse bomen. Ja. Het ziet er wel echt ook vies uit. En u heeft veel last van die wespen. Als u in de tuin zit te eten, gaat dat? Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Nee. En u denkt ook van, nou, dan gooi ik ze terug. Hij heeft ze wel eens teruggegooid, ja, zeker. Ik heb eens één keer, en dat heb ik gezegd. Wat zegt u? Meerdere keren. Ja, en u gooit ze dan ook weer terug? Ik heb ze laatst niet teruggegooid. Lekker bezig zijn jullie met elkaar. Een soort tenniswedstrijd van peren over en weer. Ik heb eens een tas met peren bewaard en bij hun gegooid waar hun zitten. Dan kan je eens zien hoe vervelend het is als je met wespen zit. Hmm. En dan staat meneer daar zo van, kom maar over het hekje heen. Ik zeg, nou, ik ben gekke Henkie niet. Dat doe ik niet. Ik hoorde, dat verbaasde me dat u dat zegt. Stel dat meneer over het hekje stapt, wat gebeurt er dan? Niet in. Dan escaleert de situatie. Denk echt? Ik. Ja. Wat gaat u doen dan? Ja, dat heb je vooraf denk ik niet helemaal in het hoofd. Maar zou uw man dan gaan slaan? Denk het wel, want dan ik sluit het niet uit, maar goed, dat is een theoretisch verhaal natuurlijk. Ja. Maar meneer heeft bewezen dat hij zelf agressief wordt. Dus dan is mijn man wel zodanig dat hij zijn gezin wil beschermen. Ja, ja, oké, maar u zegt letterlijk, stap maar eens over het hekje. Dat vind ik toch iets anders dan een gezin beschermen. Meneer zelf stond, kom maar. Oké. En dan daarop... nodigde mijn man hem uit. Nee, kom jij maar hier. Ja. Ja. Maar dit wil je natuurlijk absoluut niet. Nee. Zo. Nee.
Nee. Nog even één ding over de erfgrens. Want u twijfelt ook over of die erfgrens wel goed staat daar bij die bomen. Ja, daar twijfelde we over. En als het niet goed staat, dan staan die bomen dus op uw grond. Klopt. En ja. Wat gaat u er dan mee doen als ze op uw grond staan? Dan zou ik ze weg laten halen. Maar goed, zoveel eisen, zoveel experts. Dus meester Reed verschijnt met een leger aan deskundigen op het locatiebezoek. Goedemiddag. Hey, kennen elkaar. Goedemiddag, Wilde Tieter. Hij kon er geen genoeg van krijgen. Ja. Dat zal altijd het gras te zijn. Geen zoveel te zijn. Ja, hallo. Jon de Groot. Reed. En u bent geluidstechnicus? Yes. Annemiek van Loon, bomendeskundige. Bomendeskundige, dank u wel. Reed, de verhouding ken ik. Ja, van Mr. Freedom. Mr. Freedom, en dit zijn verweerders. Dat klopt. Ja. John Reed. Chris Engelman. Janja. Hallo. En dat is uw huis. Dat klopt. Met uw struweel. Ja. En daar ben ik al eens eerder geweest. Dat is uw oprit. Ja. Zullen we daar dan met z'n allen naartoe gaan om te kijken waar het over gaat? Ja. Wij lopen even naar ons eigen. Ja. Volgens mij stond er vroeger een schutting tussen. Ja. Zijn dit de peren des aanstoots? Ja. Dit zijn de peren. De peren. En de perenbomen. Ze zitten meer aan deze kant dan aan uw kant, hè? Ja. Toch? Ja, ik kan de bomen niet instrueren welke kant ze opgroeien. Nee. Eerste bomendeskundige. Ja, hier staan twee oude perenbomen en ik schat ze een krappe eeuw oud. En je kunt wel zien wat er ongeveer is bijgekomen, want deze boom die heeft duidelijke gesteltakken. Vertel. En dat zie je hier ook. Dit zijn die elleboog die erin zit. Ja. Dat is een duidelijke gesteltak die al heel oud is. En hier zijn die jonge loten die zijn erbij gekomen. Vertel. Dit heet een steltak? Een gesteltak. Gesteltak. Dus dat is echt. Wat betekent dat? Nou, wat die doet is gewoon zorgen dat het bouwwerkboom stevig blijft. En er zijn in het verleden aan deze kant al grote gesteltakken afgegaan. Maar dat geeft niks, omdat deze boom, die valt zomaar niet om. Maar het is niet bevorderlijk voor de boom om in zo'n gesteltak verder te gaan zagen. Die jonge loten die eraan zijn gekomen, dat zijn die vingerdikke takken, zeg maar. Ja. Daar kun je aan snoeien, maar inderdaad niet te veel. Okay. Als u zegt er is meer bijgekomen, dan kan dat kloppen. En wat is dan de oplossing? Dat weet ik juist niet. Kijk, daarvoor dacht ik met beter snoeien. Maar nu ik dit zo hoor, kan dat schijnbaar niet. Want dan gaat de boom dood. Waar heeft u last van? Van die rotperen, van wespen. Dus niet van de bomen? Nee. Het gaat om de peren. Het gaat zuiver om de peren. Is, en als we het onderling zouden kunnen opruimen, dan is het opgelost. Uit onderling oplossen, hè? Wat is onderling oplossen? Nou, we kunnen toch zeggen, de ene dag ruimen hun de peren op en de andere dag wij. Uit in de kliko gooit, dan is het opgelost. Ik vind, wat daar ligt is van meneer en mevrouw, wat hier ligt is van mij. Ja. En niet over de schutting gooien. Niet over nou ja, hekje dan in dit geval. Ik vind het heel kinderachtig. Kunt u eventjes voor mij duidelijk maken waar de erfgrens precies loopt? Ja. Het veldwerk stamt uit 1913. En dat is heel duidelijk met meetcijfers dat de grens 2 meter evenwijdig aan de gevel is. Blijkt dat de schutting precies 2 meter uit de gevel. En wat was het criterium? 2 meter evenwijdig aan de gevel. Oeh, kijk eens. Dus dat is netjes. Ja, en er is er nog een meetcijfer uit het verlengde van de zijgevel van die woning. Als ik die twee meetcijfers combineer, 2 meter evenwijdig uit de gevel en 14,95 in het verlengde van die gevel, kom ik precies hieruit. Dat betekent dat uw hekje geheel op eigen grond staat. Ja. We staan voor een lamp. We hebben 3 buitenlampen opgehangen. Ja. Met een ledlampje van 6 watt ongeveer. Ja. En u zegt het wordt hier een lichte laaien gezet. Ja, want voor hebben ze zachte lampjes. Prima. Daar hangen dezelfde lampjes. Toen hangt dezelfde lampje. Nee, geloof van. Voor mij is verkocht met 2 watt ledlampjes. Zou 2 watt niet genoeg licht geven om uw zagende buurman vol in het gelaat? Ik wilde best vanmiddag nog 2 watt insloeren. Helemaal geen probleem. Oh. Netjes. Maar zit u er dan ook niet mee? Nee, daar zit ik niet mee. Als het licht maar zachter wordt. Is dat opgelost? Ik zou het prima. Het is een vraag. Oké, waarom heeft u de camera's opgehangen? Vanwege de dreigementen dat hij ze zelf om zou zagen. Voor de duidelijkheid, hij neemt dus niet 24 uur per dag op. Hij neemt alleen op als er beweging is. Bij de boom. Rond de boom. Meer niet. Kun je dat instellen? Ja, dat kun je instellen. De verhouding. Ik wil weten wat deze mensen zien met die camera's. Kunt u meegaan met de vuurers? Okay. Op het moment dat er beweging komt, verschijnt hier, naast dit icoontje van een luidspreker, verschijnt een cassettebandje.
Alleen als dat cassettebandje er staat, wordt er opgenomen. Oké. Okay. Dus die is eigenlijk alleen even wachten op het cassettebandje. Ja, nu gaat er een cassettebandje komt in beeld. En hij dus blijft... nu neemt hij op. Nu neemt hij op, ja. Maar het cassettebandje ging al aan toen hij niet direct naast de boom was. Het cassettebandje ging aan, denk ik, door zijn schaduw. Ik weet het niet zeker. Maar de buurman heeft ook een schaduw. Dus als die langs het hek loopt, dan wordt de buurman ook opgenomen. Dat zou heel goed kunnen. Je hebt ook nog een geluidsdeskundige meegenomen. Ja. Is het geschreeuw en gezang en gejoel? Met name luide muziek van de luide radio. Muziek. Ja. En ik ga er voetstoots van uit dat ik u met geen voet op dit terrein krijg. Maar ik wil kijken waar het over gaat. U gaat uw gang. Ja. Wij blijven hier staan. Wij horen het, zelfs binnen. Laat maar kijken waar het over gaat. Kijk eens. Een biljartkamer met een bar. Ja. Nou, zo hoor je dan. Ja, maar hoor je. Kom ik die hangen? Klopt dat bekend? Ik denk dat dit een mooie plek is. Dat lijkt me een prima plek. Zouden jullie allemaal even stil willen zijn? Dan kan ik even de meting doen. Laat de muziek maar even aanstaan, ja? Maakt u ook een meting met die deur open? Yes. Dat was de meting. Gaan we de bevindingen in de hoorzitting bespreken? Dat lijkt mij handig. Is dat goed? Dan heb ik hier genoeg gezien. En dan zie ik u allemaal graag terug op de hoorzitting. Oké. Nou, dat is dan wel een lichtpuntje in deze zaak. Want de felle lampen die worden vervangen voor zwakkere lampen. Is het al gebeurd? Dat is ondertussen gebeurd. Ja. Merkt u er ook wat van? Ja. Ja, een beetje. Nou, dat is prettig, toch? Het is niet op de wens, maar het is minder. Ja, maar de positieve mogen we ook een beetje benadrukken, toch? Ja. Over de camera's, want die gaat dus al aan zodra die een schaduw ziet. Beweging, ja, of er een schaduw is. Of, Zou u het zelf fijn vinden als er een camera zo op u gericht is? Nou, het is een afweging. Ik vind de bescherming van mijn bomen en de dreigende houding en taal die de buurman heeft op dit moment belangrijk. Ik had ook gewild dat ik het niet nodig had gehad. Nee. Ja, de buurvrouw vindt het echt nodig ook, de camera's. Schrok u ervan dat de camera zoveel filmt en ook zo snel aangaat? Zouden hun het zo prettig vinden om zo te leven? Ik denk het niet. Niemand. Goed, we hebben ook vrienden en familieleden gevraagd hoe zij over de zaak denken. En unaniem zeggen zij dat het leefgenot van beide partijen enorm beïnvloedt. Maar het gaat niet om die boom, want hij heeft een prachtige bloesem. Hij heeft een heerlijke geur en het is een prachtig gezicht als je van voor kijkt en hij staat in bloei. Niemand wat er tegen. Het enige is overlast van de peren. Kijk naar die paar peertjes die er ligt, tenminste bij mij komt het over van, waar maken ze zich nou druk over? Het is niks. Dit is eigenlijk een levensverkorter. Als je hier zit, dan vernielt dat gewoon de gezelligheid. Er is geen probleem. Ja, als je ergens een probleem van maakt of wilt maken, ja, dan krijg je dit soort situaties. Marcel heeft vele jaren gelopen met zulke plekken op zijn lijf. En dan zeggen ze ja. Dan moet hij zijn man beschermen of er op hem binnen zitten. Ja, maar dat kent toch niet? Mijn moeder die was een keer alleen thuis. En toen ging hij onze ramen nat spuiten. En toen zei mijn moeder daar wat van. Ja, en toen ging hij haar weer uitschelden en schreeuwen en doen en zo. En dat vind ik een beetje stom eigenlijk. Dat er een teken is van goede wil, dat zie je. Allebei de bomen staan er nog. Een kleine moeite om een boom om zeep te helpen. Er zijn een paar keer woorden gevallen in de zin van kom maar op. Of als je weg bent, dan hakken we die boom om. Kijk, Marcel is nogal tikje aan de opvliegende kant. En als hij daar dan eentje staat en zegt, kom over het hekje heen, kom over het hekje heen. Ja, dan moet mijn zusje zorgen dat hij niet over het hekje heen gaat. Nou, dan kan je rust van me aannemen, dat is half.
Ja, dan slaapt hij wel op de bank, denk ik. Ja, u kijkt mij zo aan. Ja. Klopt het? Ligt u dan op de bank? Ja. 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 Dus dan moet u hem eigenlijk een beetje terug... Dan moet ik hem terugtrekken, ja. En dan slaapt u op de bank en dan wordt het rustiger. Ja. Maar even serieus, mevrouw Den Tieter, want uw relatie leidt eronder, hè? Ja, alles leidt eronder. Mijn gezondheid, alles. Hm. Ja, dat lijkt me voor u eigenlijk ook. U zegt, ik woon daar heerlijk, maar dit lijkt mij niet zoals het moet zijn. Nee, dat klopt. We gaan naar de hoorzitting en tijdens de hoorzitting hoort meester Riet de bevindingen van al onze experts. Welkom in De Molen in Vrouwenparochie. En aan de orde is de zaak van Veenendaal en Den Tieter tegen Chris en Danja Engelman. En dit is de tweede keer in het schone Bitchum. En waar het u allemaal om te doen is, de perenbomen. De perenbomen. Nou is er al een collega van mij geweest en die heeft gezegd de perenbomen mogen staan. Dan zal ik het dus kernachtig samenvatten. Dus waarom zitten we hier nog? Om de vallende peren. Dat daar toch iets nog aan gedaan kan worden. En wat is dan uw antwoord als de buren zeggen, maar dan ruim je die peren toch op? Mm. Ja, dat snap ik wel. Die ruimen de peren. Maar dan kan ik de hele dag blijven ruimen. Nou, dus ik moet zeggen dat tijdens het uurtje dat ik bij u in de tuin was, toch alweer 3 of 4 peren vielen. We komen precies op tijd wat dat betreft. Ze doen precies wat de buren zeggen. Ja, dat klopt. Kan het zijn, en dat vraag ik nu aan u, dat u wel eens heeft een oplossing heeft aangeboden aan de buren? Ja, in de rechtszaak die in 2011 is gevoerd. Daar hebben wij een constructie laten tekenen door een ingenieur. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk gewoon een stel verticale palen. Ja. Met een schuine arm waar een vangnet op zat. Direct onder de perenboom. En dan zouden ze in het net vallen en dan op uw land rollen eigenlijk ook? Ja, en ook die eentje die we konden klappen als het dus niet het perenseizoen was. Zodat je niet de hele tijd met de rest van het jaar... Ja. Hij zou wel de rest van het jaar op het terrein van mijn zus staan. Dat weten we dat zeker? Nee. Ja, dat hebben wij zo begrepen. En daarvoor heeft mijn man toen ook gezegd, het gebeurt niet, want we hebben auto's staan. Maar er is nooit nu meer een vraag geweest over opvangconstructies en dat soort zaken. Dat is voor ons een gepasseerd station. Oh, is dat ook een gepasseerd station? Ja, vind ik wel. Ze hebben het toen afgewezen. En waarom zouden we dat nu weer moeten herhalen? Want dan kunnen we de rechtszaak over gaan doen. Nou, dat hoeft niet. Want de verwijdering van de perenbomen wordt niet gevraagd. Nee. Ik heb mijn eigen best voorstel en dat het misschien aparte en unieke bomen zijn. Maar waarvoor zeg ik dan niet om andere mensen niet lastig te vallen? Ik laat ze eruit halen, ik zet ze er allemaal af van huis. Want daar heb ik geen één mens er last van. De perenbomen die staan er al meer dan 100 jaar. Die perenbomen stonden er ook toen ze het huis kochten. Ze hadden ook kunnen denken van, hey, willen wij dat? Kunnen wij niet beter een ander huis kopen? Was een oplossing geweest. Ja, maar jullie hebben steeds over die perenbomen, maar het gaat helemaal niet over die perenbomen. Nee, het gaat wel, het gekke is, die eruit vallen. Het is zo dat in het kader van hinder, onrechtmatige hinder, is een reden om bij de rechter je zin te kunnen krijgen, waar het ook over gaat. En dan acht de rechter het van belang, en dat staat ook in het vonnis van 2011, die acht van belang of iets al zo was als je er kwam wonen. Mm-hmm. Dat is ook gewoon gezond verstand, hè? Dus dat je niet ergens naast die disco gaat wonen en dan vervolgens zegt, wat maken jullie een herrie? Dan zul je al snel een rechter treffen die zegt, zat die disco er al toen je er kwam wonen? Ja. Waar heb je het over? Maar dan met andere nette woorden. En dat is, u zegt, dat heeft die rechter ook in 2011 gezegd. Je zag ze toch staan, die perenbomen. Ja, even, ik vat het even kernachtig samen. Nou las ik in het dossier dat er gegooid zou zijn met peren. Is dat een correcte woordkeus? Ja, ja. Maar u begrijpt dat je dat niet moet doen, hè? Die peren gooien naar de buren. Peren gooien, dat je dat begrijpt. Dat je dat niet moet doen. Ja, dat is grappig, ja. Ja. Weet u dat de wetgever, die wist natuurlijk dat dit gebeurt de hele tijd. Dit probleem bestaat door heel Nederland en ook al eeuwenlang. Ja. En daardoor heeft de wetgever gezegd, ja, de peren die uit andermans boom op het land vallen, die zijn van degene op wiens land ze vallen. Ja, maar het gaat er nu om. Kijk, als het een peertje is of 10 peren of 30. Hadden we u niet gehoord. Nee, maar het gaat nu, we hebben het gezien, het zijn gaat om een massaperen. Het gaat om een massaperen. Een massaperen. Het zijn rijkdragende. Ik vond het echt veel. Nee, nou, ik bedoel, als ik er 10 minuten ben en er vallen er al 3 bijna op mijn hoofd. Nou, dat even afgerond. De camera's. Ik heb een paar keer heen en weer gelopen over uw erf. En ik heb de deskundige bij u op de monitor laten kijken. Ja. In hoeverre daardoor de automatische opnameapparatuur werd getriggerd. Mag ik u daarover het woord geven? Nou, het is toegestaan om camera's op te hangen om in dit geval perenbomen te beschermen.
Maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de privacy van de buren. Daarvoor hebben wij een proportionaliteits- en een subsidiariteitsbeginsel, wat eigenlijk wil zeggen dat de beveiliging van de perenbomen in verhouding moet staan met het privacyrecht van de buren. En dat meneer en mevrouw Engelman zoveel mogelijk maatregelen moeten nemen om zo min mogelijk inbreuk op dat privacyrecht te maken. Eén maatregel hebben ze genomen en dat is om ervoor te zorgen dat er niet altijd wordt opgenomen. Wat opviel was dat u alleen op het terrein van meneer en mevrouw bent geweest, dus van de buren, en dat hij toen al wel aanging. Meneer Engelman gaf toen aan dat hij niet zeker wist of dat kwam door u of door uw schaduw. En daarnaast gaat er natuurlijk niet alleen om wanneer de camera opneemt, als in vastlegt, maar ook wanneer die al registreert. Want mevrouw en meneer Engelman kunnen op de monitor thuis en op hun mobiel live meekijken met het beeld van de camera. En we hebben gezien dat wat die camera registreert een heel groot deel van de tuin van de buren is. Duidelijk. Het geluid. Ik heb laten meten, maar ik weet de resultaten nog niet. Wat heeft u gemeten? Er is een duidelijke verhoging op het moment dat de radio aanstaat. En dat is in beide situaties met de deur op een kier of als de deur open staat. En is dat nog in zinvolle cijfers uit te drukken? Met de deur op een kiertje zat hij rond de 43,7 dBA. En met de deur open was het 47,5. En zijn daar normen? Kent u normen die daarvoor gelden? Officiële normen? Zeg maar. Maar in het algemeen volgens de wet geluidshinder. En zou je s'avonds niet meer dan 40 dB willen. Nou, duidelijk. En is daar wat aan te doen? Of moet ik daar een uitspraak over geven? Nou, ik wil wel muziek kunnen draaien. Kijk, ik wil hem zachter zetten. Prima. Maar ik ga niet na 10 uur de radio uitzetten. Dan zal ik hem zo neerzetten dat, ik hem even buiten beschouwing, maar dat ik hem zelf wel hoor. En zei u nou, dan laat ik mijn man even buiten beschouwing? Ja, laat ik hem even buiten beschouwing, want hij is toch. Ja. Want u bent er misschien niet altijd. U zegt, ja, ik wil het wel kunnen horen. Maar op mijn niveau, dat ik het kan horen. Maar als de buren zeggen, ja, maar als die dove hem weer op 10 zet, dan hebben we niks aan ja, uw belofte. Ja, maar dan zet de dove hem niet op 10. Sorry dat ik het zo... Ja, ik snap hem. Nee, maar dan zet die dove hem niet op 10. Klaar. Oké, dan dank ik u voor uw komst en uw toelichting. Ik ga erover nadenken. Ik ga een uitspraak schrijven. En ik zie u allemaal heel graag terug bij de uitspraak. Heeft u nou ook een conflict met de buren en komt u er samen helemaal niet meer uit? Bel of mail ons dan, dan lossen wij het juridisch helemaal voor u op. Ja, en wat moet er gebeuren met de bomen, de peren en de camera's? Is er maar één die dat weet en dat is Meester Reed. Uitspraak in de zaak Veenendaal en Den Tieter tegen Engelman. U werpt graag licht op de zaak, maar u doet graag het licht uit en de muziek aan. En het liefst in uw Grieks café-annex-tuinhuisje. U ondervindt daarvan geluidsoverlast. Mijn deskundige heeft steeds meer dan 40 decibel gemeten. Dat is hinderlijk. De radio in het tuinhuisje moet na 10 uur 's avonds uit. Uw droom dat de perenbomen van u zijn, komt niet uit. Het kadaster heeft laten zien dat ze volledig op uw grond staan. U zegt dat u de bomen in januari 2020 zult laten snoeien. Ik ga ervan uit dat u zich hieraan houdt en dat dat behoorlijk zal gebeuren. U moet stoppen met het gooien van peren. De wet, artikel 45 van boek 5 van het burgerlijk wetboek, zegt dat het uw peren zijn. En als u last heeft van uw eigen peren, moet u ze zelf opruimen. U geeft toe te hebben gedreigd de bomen om te zagen. Dit is onrechtmatig en ik verbied u nog daarmee te dreigen. En vernieling is een strafbaar feit, trouwens. U nam de dreiging van Veenendaal zo serieus dat u zelfs camera's heeft opgehangen. Deze zijn in beginsel toegestaan om uw erf of woning te beschermen. Maar als de camera's te veel inbreuk maken op uw privacy, dan kunnen ze onrechtmatig zijn. De camera's nemen pas op bij bewegend beeld. Maar u kunt met één blik op uw telefoon te alle tijden bijna de gehele tuin van eisers zien. U maakt daarmee onrechtmatig inbreuk op de privacy van eisers. En de twee camera's moeten weg. Dit is mijn uitspraak en daarmee is de zaak gesloten. Goed,
Nou, even met u beginnen. U heeft op een aantal punten gelijk gekregen, maar de camera's, die moeten weg. Ja, ja, je denkt misschien kunnen we ze nog een beetje van richting veranderen, maar... Nee, ze moeten helemaal weg. Ja, u heeft het ook gehoord, de perenbomen staan goed. En de peren, dat zijn eigenlijk dus uw peren, die rotte peren. Dus ja, ja. Doe er uw voordeel mee. Ja. Toch misschien een perentaartje? Nou, nee. Nee. Liever niet. Ja. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag.